Welkom allemaal aan degene voor ons eerste panelgesprek van Be Curious. Tijdens dit panelgesprek gaan we dieper in op biseksualiteit in onderzoek. We gaan dieper in op wat we wel of niet weten, welke drempels er al bestaan in de onderzoekswereld en hoe we deze drempel kunnen overwinnen, al dan niet samen met een rol van beleid of activisme in deze wereld. We gaan eerst beginnen met een paar afspraken te overlopen. Oh, ik kan dus niet het scherm delen. Dat is niet erg, ik kan het zo ook uitleggen. We hebben een paar afspraken voor onze deelnemers, ook ons publiek hier. We vragen aan iedereen... onze laatste gast is ook net binnen, super. We vragen aan iedereen, behalve de panelleden, om hun microfoons uit te zetten. Vragen kan je stellen doorheen de sessie, door gebruik te maken van jullie chat. Die vind je hier onderaan in de balk. We hebben een paar vrijwilligers die deze vragen zullen opvolgen. En we hebben twee vragenrondes voorzien waar we dan deze vragen van jullie kunnen stellen aan onze panelleden. Als tweede mag je jouw camera uitzetten en jouw vragen anoniem stellen. En dit laten we toe omwille van het feit dat dit gesprek wordt opgenomen. En we nemen dit gesprek op, zodat het verwerkt kan worden in onze Crossmedia B+ publicatie. Het toeval wil net dat ons laatste panellid ook is binnengekomen, dus we kunnen direct overgaan naar onze voorstellingen. De eerste panellid dat ik graag wil voorstellen is een ervaringsdeskundige die werkt aan de UA, de Universiteit van Hasselt. Op het eerste Be Curious was zij ook aanwezig en had zij een hele workshop rond muziek uitgewerkt, biseksualiteit en muziek. Deze playlist vind je ook nog online. Haar huidige project is bezig uit personen uit de regenboogmaatschappij met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel. Verder coördineert ze ook het LGBTQ-forum, een netwerk voor academici en regenbooggerelateerde organisaties in Vlaanderen. Marion, welkom op het panel. Als je graag nog zelf iets toevoegt aan de beschrijving. Het is oké voor mij. U aanscherpen. Maar ja, voor de rest heb ik nu niks toe te voegen. Oké, hartstikke goed. Onze tweede gast is nu net zichtbaar geworden. Zij is ook een ervaringsdeskundige, intersectioneel activiste, sorry voor mijn misspraak, en de coördinatrice van Rainbow House Brussels. Ook zij is geen onbekend gezicht op Be Curious, gezien ze in 2018 samen met Michael van Roosbroek een workshop rond activisme en zichtbaarheid gegeven. En vandaag is ze hier om haar expertise mede te delen met ons. Rachel, ook welkom. Unmute, oké. Oké, ja, ik ben op het vliegveld, zoals je nu kan horen. Ik ben juist teruggekomen van Portugal, dus ja, sorry voor mijn late aankomst. Maar ja, ik zat nog in het vliegtuig. Geen probleem. We zijn blij om je er alsnog bij te hebben. En we rekenen erop dat het allemaal heel goed loopt, ook nog op het vliegveld. Hè. Ja. Onze laatste gasten woont in Nederland, werkt in Nederland en werkt ook voor B+ Nederland. Sommigen van jullie hebben die naam van die organisatie al een paar keer horen vallen vandaag. Jantien van Lisdonk voert onderzoek uit naar seksuele gender en seksendiversiteit. Zij heeft bijvoorbeeld in een van haar onderzoeken, zoals ze online beschrijft, heeft ze ontdekt dat heel veel mensen als B+ identificeren. Maar dat er eigenlijk nog heel specifieke obstakels zijn voor B+ mensen die verschillen van bijvoorbeeld homoseksuele of lesbische mensen. En in haar onderzoek en in haar werk probeert ze hier een licht verder op te werpen. Jantien, welkom aan het panel. Ja, dank je. Leuk hier te zijn. Vind ik ook. Goed. Ik stel voor, iedereen is hier nu ondertussen aanwezig, ga ik ervan uit. Nogmaals, als je vragen hebt doorheen het panel, mag je altijd gebruik maken van de chatfunctie. Deze vragen worden dus verzameld en worden verder beantwoord in de twee vragenrondes die we hebben ingericht. Dan gaan we over naar het gesprek zelf. Dus ik wil graag eerst een korte introductie doen, voordat we er volledig invliegen.
Onderzoek naar seksualiteit is geen volledig nieuw gegeven. Biseksualiteit zelf is ook al onderzocht geweest in het verleden. Een van de meest bekende onderzoeken dat hier naartoe wees dat mensen naar meerdere genders aantrekking konden ervaren, is die van Alfred Charles Kinsey. Deze is meerdere bekend van de Kinsey-schaal. Nu, deze Kinsey-schaal is al van de jaren 50 ondertussen en heeft al heel veel kritiek ondertussen ontvangen. En we leven ondertussen ook in 2020 en we merken dat er toch minder onderzoek wordt gevoerd naar biseksualiteit dan naar andere seksualiteiten. Mijn eerste vraag aan jullie is van wat voor onderzoek is er dan al wel al gevoerd naar biseksualiteit? Ik denk dat Jantien bijvoorbeeld daar al wel bijdrage toe heeft en Marion ook. Ja, kijk, ik kan natuurlijk wel vooral vertellen wat er in Nederland aan onderzoek is gedaan. En daar zal er gedeeltelijk overlap bij zitten met België, Vlaanderen, maar gedeeltelijk ook niet. Wat we zien, er zijn eigenlijk twee typen onderzoek die er al worden gedaan. Sinds een paar jaar wordt in grote landelijke bevolkingsonderzoeken bij ons seksuele oriëntatie als achtergrondvraag meegenomen. En dat wordt trouwens al langer gedaan en vroeger werd dan altijd gekeken naar wat zijn dan de ervaringen van enerzijds heteroseksuele mensen en anderzijds LHB mensen of holibi mensen. En tegenwoordig wordt dat wel iets verder uitgesplitst, want we weten dat holibi is heel breed, dus tegenwoordig wordt het dan wel uitgesplitst naar homo-lesbisch versus bi. Wat dan altijd de vraag is, wie valt dan precies onder bi? Maar misschien komen we daar nog over te spreken in dit gesprek. Dus we weten wel wat over verschillen. Als het gaat om ervaringen met leefsituatie, gezondheid, veiligheid, seksualiteit, seksuele grensoverschrijding. Maar we weten eigenlijk nog heel weinig over de achtergronden daarvan. Waarom die verschillen er zijn. Dus dat type onderzoek is er. En tegelijkertijd is er ook kwalitatief onderzoek. Dus het is vaak op basis van diepte-interviews of focusgroepen onder mensen zelf. En dan leer je veel meer over wat zijn nou precies de ervaringen waar mensen nou tegenaan lopen in het dagelijks leven. Hoe ervaar je nou je bi-plus zijn of het hebben van bi-plus gevoelens en ervaringen. En dat zijn dan vaak wat kleinschaligere onderzoeken. Maar die worden nog vaak niet helemaal over elkaar heen gelegd. Dus er zijn ook nog heel veel gaten in onze kennis die we hebben. Ja, en die onderzoeken waar je dan nu over spreekt, zijn die eerder dan van recent? Of denk je ook, net zoals we net hadden over Kinsey, maar dat is van de jaren 50, zijn dat dan ook al oudere onderzoeken wat wij nu nog gebruiken dan? Ja, ik heb het idee dat het in de jaren 80, 90 soms iets, dat we daar soms iets progressiever waren in de zin dat we soms iets makkelijker waren over seksualiteit, zo in de navolging van de seksuele revolutie. Dat er toen makkelijker over biseksualiteit werd geschreven, ook in onderzoek, dan dat nu het geval is. Maar het heeft ook echt te maken met een bias die onderzoekers hebben. En de bias is toch, vaak zijn de onderzoekers zelf homoseksueel of lesbisch. We hebben het idee, het lang is de gedachte, de mensen, als mensen biseksueel zijn, hebben ze dezelfde issues als homo-lesbische mensen, afhankelijk van de partner die ze hebben. He, ofwel dezelfde issues als homo-lesbische mensen, ofwel dezelfde issues als hetero mensen. Daarvan weten we inmiddels, dat is gewoon niet zo. Er zijn ook echt wel specifieke issues. Dat wordt dus nu wel steeds duidelijker, omdat we het ook gaan bekijken en onderzoeken. Maar omdat dat lang niet is gedaan, was dat ook niet duidelijk. Dus die ook de andere twee panelleden ook knikken en het beamen. Zijn er ook dingen dat jullie denken van, dit is ook iets dat ik daarbij heb gemerkt, misschien vanuit het Rainbow House of vanuit de UA, vanuit jouw onderzoek, Marion of Rachel? Ik kan er wel aan toevoegen. Er is hier en daar onderzoek in de jaren 2010 tot nu. Maar dat gaat, zoals Jantien ook al zei, vaak over heel kleinschalige studies, dus kwalitatieve studies. Ik vind dat zelf de leukste manier om onderzoek te doen. Met name, je gaat echt in gesprek met mensen en je zoekt echt, of je luistert echt naar wat de ervaringen van die mensen zijn. Op basis daarvan kan je superveel leren, maar je kunt dat niet veralgemenen. Dus op dat niveau
zijn er binnen de sociale wetenschappen, dat is een beetje mijn achtergrond, zijn er kleinschalige studies, bijvoorbeeld naar hoe zien bisexual spaces, hè, ruimtes voor, waar biseksuelen zich in een soort van ja, community in bewegen, hoe ziet dat eruit? Hoe spreken mensen over bi-plus zijn? Wat is hun taalgebruik? Hoe spreken mensen over fluiditeit? Er is ook relatief, ja, of relatief veel, dat is overdreven. Er is een beetje onderzoek ook geweest naar sexual fluidity. En vaak is dat iets wat wel overeenkomt met de bi-plus gemeenschap. Ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar er is vaak een overeenkomstigheid. Dus het is zo... Er zijn zo kleine sprankeltjes. Het is niet dat ik zou zeggen van er is echt een grote onderzoekslijn. Er is bijvoorbeeld wel een academisch tijdschrift. Ik weet niet, Bisexuality Studies, denk ik dat het heet. Ik weet het niet of het nog bestaat. Jantine pikt zo'n beetje. Maar het is niet dat er echt zo dat er één lijn van onderzoek is naar biseksualiteit. Nee. Ja. Ik vind het eigenlijk wel iets interessants dat er zo niet één lijn is rond biseksualiteit, want onderzoek blijft natuurlijk niet beperkt tot de academische wereld. Dat gaat zich ook op een of andere manier verder sijpelen in het dagelijks leven. En daarmee kijk ik nou even naar Rachel ook. Zijn er bepaalde manieren waarop je zegt van dit onderzoek heeft bijvoorbeeld in activisme echt wel geholpen, of dit is nu omwille van het feit dat we zo geen rechtlijnige kennis hebben, iets dat we echt missen in ons activisme? Dat is echt wel een moeilijke vraag. Ik vind nog altijd dat onderzoek zeer belangrijk is. Zeker voor ons activisme, zeker voor onze beweging op zich. Maar zoals ze eerder vermeld werden door Marion en Jantine, het onderzoek is ook wel... echt wel heel klein geweest. En ook wel van eigen bodem. Dat zie ik ook wel. In België is er ook wel niet zoveel aandacht gegeven aan biseksuele personen qua onderzoek. Dus voor mij is het zo van... Ik kijk vooral naar de UK of naar Nederland voor onderzoekingen. Want hier in België is het ook wel vrij... leeg. Jammer genoeg. Is het ook wel zo, als we het over biseksuele of bi-plus mensen hebben, is er ook wel niet veel aan te merken. Het is echt wel een zeker onzichtbaarheid die valt om bi-plus personen. En dat is echt wel... Ik vind het persoonlijk wel best gevaarlijk. Zeker bij ons, bij het Regenbooghuis, bij het Rainbow House. Sorry, ik zeg het altijd in het Nederlands en ik moet mij altijd terug. Nee, en het is in Engels. het is in Brussel. Aha. Dus Rainbow House. Wij hebben ook wel ons eigen vereniging. Dus ook wel iets eigenaardigs aan een Rainbow House of aan een Regenbooghuis. Is het zo dat wij eigenlijk ons eigen vereniging hebben voor bi-plus personen. En het heeft echt wel een tijdje stil gestaan eigenlijk. En nu zijn we terug een klein beetje meer leven dan in aan het zetten. Want we hebben zoiets van, naar de volgende jaren toe willen wij precies voor elke letter iets hebben. En deze vereniging is dan ook vergelijkbaar met dan bijvoorbeeld inderdaad of dubbelzinnig? Een klein beetje. Het is echt wel babystapjes, dus ik ga geen vergelijkingen maken. Want het heeft ook wel bepaalde momenten gekend van echte momentum. Dus vorig jaar waren er heel veel actieve leden en dit jaar is er bijna niemand. Dus er zijn echt wel, het is ook wel, ergens is het wel vrij moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de politieke aspecten en de meer relaxe bijeenkomen, gewoon chillen momenten te vinden tussen die personen. Wat ik zeer belangrijk vind op zich. Dat is voor mij echt wel het belangrijkste deel van het eigenlijk het maken of het eigenlijk werken aan een soort van community gevoel bij die plus personen. Dus voor mij, naar de volgende jaren toe, ben ik echt wel heel hard daarop aan het werken. Ik ga echt wel heel veel meer aandacht en tijd daarin steken. We gaan ook wel van naam veranderen, want de naam van die vereniging was ook wel zo problematisch.
Dus het was een Franstalig naam. Het was ambigu. Wat dat ik op zich vind, zo van... Allee, ja, nee. Dat is niet... Dat helpt ons niet. Dat helpt niet echt, hè? Nee. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad mee een bepaald beeld uithangt, ook van de bigemeenschap. Ja. Het is ook wel een interessant ook wel iets, hè, omwille van die gemeenschap, ook als dat wordt aangeraakt. Want ik denk dat nu vooral onderzoek op vlak van biseksualiteit ook naar welzijn wordt gevoerd. Of vergis ik me daar een beetje in? Een beetje. Ik denk welzijn in het algemeen van LGBTQI-personen. Als het echt wel gericht wordt op bi-personen wordt, dat, ik denk het echt niet. Jammer genoeg. Omdat bi-personen zijn ook wel veel verspreid over de verschillende groeperingen. En dat ze ook wel... We worden ook wel dikwijls vergeten. Jammer genoeg. Ja. Misschien mag ik daar even iets aan toevoegen. Zoals Jantien in het begin zei, in Nederland is er vrij veel data over allerlei subgroepen van de bevolking, omdat er veel meer onderzoek wordt gedaan echt over de brede schaal van de bevolking. En dat systeem van onderzoek doen heb je in België niet. Dus in België wordt geen data verzameld over... Of wordt bijvoorbeeld onze seksualiteit wordt niet zo gemakkelijk bevraagd. Dat is het soort data dat niet wordt opgeslagen in België. En daarom kunnen wij niet op dezelfde manier als in Nederland een beeld weergeven van... Ah, kijk, van deze hele grote panel van mensen die toch wel een soort van representatie zijn van de Nederlandse bevolking, kunnen we zeggen, biseksuele mensen voelen zich zus en zo. Dat kunnen wij in België niet doen, omdat dat gewoon qua systeem helemaal anders werkt. Dus dat is misschien interessant om ook te weten. En is daar een of andere reden voor dat jij weet, of misschien niet weet, dat die data niet wordt verzameld? De mensen die zo wat bezig zijn met data security zijn denk ik soms een beetje freaked out door Nederland, omdat die daar vrij veel vragen. Maar ik kan het je eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat dat gewoon... Ja, ik weet niet wat daar het verschil in is. Misschien kan Jantien daar wel op antwoorden. Ja, want België en Vlaanderen hebben dit soort onderzoeken wel gehad. Toen de steunpunt gelijke kansen er nog waren... Toen was er echt een veel grotere onderzoekslijn. En toen was er ook veel structurele onderzoek naar LHB en T-mensen. I toen nog niet. Dus het is er wel geweest. En dat is ontzettend jammer dat er dus nu niet meer is. Ik moet wel ook eerlijk zeggen, in Nederland... wij hebben inderdaad nu een hele mooie data-infrastructuur. Maar het is ook iets wat wij ook... moeten blijven aanjagen dat het er ook is en blijft. Het is geen vanzelfsprekendheid. Terwijl het tegelijkertijd heel veel oplevert voor beleidsmakers en voor activisten. Is het ook in Nederland geen vanzelfsprekendheid helaas. Maar op dit moment is het inderdaad gelukkig goed op orde. Ja, behalve dus op het gebied van BI. Daar is dus nog steeds weinig. Behalve dan, we kunnen wel vergelijkingen maken, maar we hebben ook in Nederland nog nooit één groot onderzoek gehad onder B-plus mensen. En daar is gelukkig wel, dat gaat binnenkort starten. Ik weet niet of ik daar nou iets over kan zeggen of later. Want dat... We kunnen daar misschien later ook nog eens even op terugkomen. Ik denk in de tweede ronde dat we wel een paar vragen hebben die daar eventueel... dieper op kunnen ingaan, dat ook wel relevant is. Ik wou ook nog eens even terugkomen op dat stukje van beleid. Want helaas hadden wij ook een beleidsmedewerker uitgenodigd, Thomas Jans, voor welzijn van Savaria. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, maar hij heeft wel van tevoren wat input kunnen meegeven. En daarmee leek het mij ook interessant om toe te voegen vanuit een beleidsperspectief, dat ook voor Savaria, dat zij het ook heel belangrijk vinden vanuit een beleidsperspectief, om inderdaad onderzoek te voeren dat regelmatig ook herhaald wordt. Zodat ook een evolutie op die manier mee opgevolgd kan worden. En dat bijvoorbeeld op welzijn, want dat is nu wat Thomas Jansen specifiek mee bezig is. Maar dat ook zo de welzijnsdingen mee opgevolgd kunnen worden. En dat daar ook mee bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, dat is iets wat hij aanhaalde. Hij vindt ook dat daar bijvoorbeeld meer aandacht voor moet komen.
zodat ook echt de ervaringen van B-plus-personen ook zo beter in kaart gebracht kunnen worden. Omdat hij ook aangeeft dat er bijvoorbeeld in 2016 een onderzoek was. Het was helaas niet representatief. Maar dat daar bijvoorbeeld wel duidelijk was aangegeven dat er dus het kruispunt van transpersonen en biseksuele personen, dat daar bijvoorbeeld welzijn veel lager ligt. Of een hoger risico op lager welzijn. Dus dat vond ik ook nog wel even interessant om daar ook bij aan toe te voegen. Maar ja, die data, ik vind dat is dan wel een probleem als je het zo wilt benoemen, hè, zo rechtuit. Ik vond het ook wel interessant met mezelf dan een beetje in te lezen in het thema zelf ook. En zoals jij bijvoorbeeld ook al aanhaalde, Jantien, dat heel veel onderzoekers ook benaderen vanuit hetero of homo/lesbisch, maar dat is nog altijd die monoseksualiteit, dus verliefd worden op één gender enkel, om het zo te noemen, dat heel centraal staat, ook nog in de academische wereld. Zijn er misschien andere drempels die ook zo nog al dan niet even expliciet aanwezig zijn binnen die academische wereld, dat het dan bijvoorbeeld ook bemoeilijkt om onderzoek te voeren naar biseksualiteit? Nu, wat Jantine ook al zei, is dat onderzoekers, wij zijn vaak heel erg gespecialiseerd op één ding, maar dat betekent dat wij zo een beetje door het leven lopen. Hè? En als je dan vanuit je eigen een bepaalde ervaring niet kent of niet hebt, dan is het heel moeilijk om deze hier weg te halen. Hè? En je moet weten, onderzoekers houden ervan, de meer positivistische onderzoekers houden ervan om dingen in nette bokjes, in nette vakjes te stoppen. Hè? A of ja. B. En heel vaak, dus, er wordt letterlijk, als je wat theorie leest over onderzoek, wordt er letterlijk over ruis op de data gesproken. En dat is heel kwalijk, als ik dat, het spijt me dat ik dat ook even zo benoem. Maar mensen die niet netjes in A of B passen, worden vaak als ruis gezien. En die zijn niet zo interessant, dat zijn er toch zo weinig, dus dat laten we maar achterwege. En dat zijn, dat is een beetje het gevaar van als je je data echt puur als cijfers behandelt en niet als ervaringen van mensen. Dus kwalitatief onderzoek is daar beter mee. Maar dat is iets, denk ik, zo de positie van de onderzoekers. En het feit dat, dat er toch een beetje zwart-wit te denken ook is in veel onderzoek of achter veel onderzoek. Ja. En dat zwart-wit, dat is dan minder bij kwalitatief, maar wel eerder bij kwantitatief? Of zijpelt het ook door in kwalitatief onderzoek? Hangt er echt vanaf. Ik zou zeggen, maar ik ben een kwalitatief onderzoeker, dus ik zou zeggen dat het gevaar bij kwantitatief onderzoek dat veel vaker voorkomt. Ja. Om een ander voorbeeld te nemen daarvan is, onlangs was er een relatieonderzoek over relaties in coronatijden. Maar het was niet mogelijk om aan te geven dat je polyamoreus bent, bijvoorbeeld. Dus het was ofwel je bent single ofwel je hebt een relatie. Ik heb dan eens gehoord van, wat is dat nu als ik meerdere relaties heb? Ja, sorry, dat gaat niet, dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk voor het systeem, kunnen we niet analyseren. Ja, dus oei. Ja. Ja, mag ik hierop reageren? Ik doe beide. Ik ben eigenlijk van huis uit cultureel antropoloog, dus ik ben echt wel kwalitatief onderzoeker. Maar ik ben daarna ook kwantitatief gaan doen. Dus dat is met cijfers en statistiek bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland. En wat ik inderdaad zie, wat Marjon ook zegt, bij kwalitatief onderzoek volg je de respondenten. Dus je volgt de mensen die je interviewt in hoe beleven zij het. En dan laat je juist ook heel veel variatie toe, want het is juist interessant en het is rijk. Rijk om dat te laten zien. Bij kwantitatief onderzoek, dus bij vragenlijstonderzoek, moet je mensen gewoon in categorieën indelen, anders kan je ze niet vergelijken. En dat vaak is vergelijken belangrijk bij kwantitatief onderzoek, om te kijken welke groep hebben meer problemen, wat is er aan de hand, hoe kunnen we verschillen duiden. Dus dat is inherent aan dat type onderzoek. Wat ik wel heb gemerkt ook is, Marjon zal hem misschien wel kennen, dat bij seksuele oriëntatie, als je daarna vraagt, dat er vaak vijf categorieën, vijf antwoorden zijn. Dus je valt alleen op mannen, vooral op mannen, evenveel op mannen, vrouwen, vooral op vrouwen en alleen op vrouwen. En dan misschien nog
Ik weet het niet of ik wil het niet zeggen. Maar dan, hoe moet je die vijf dan indelen? Dit is echt een puzzel voor onderzoekers en daar blijven ze ook in veranderen. De ene, die hetero, die is wel duidelijk. Die volledig homo is ook, lesbisch is ook wel duidelijk. Maar deze drie, ja, ga je die zo indelen of zo indelen? Ga je deze drie bij elkaar doen? En dat maakt nogal wat uit voor je uitkomst ook. En wat ik ook wel heb gezien, wat een tijdje ook de trend was, om degene die vooral hetero waren, om die dan er maar gewoon uit te laten, omdat niet helder was waar die dan thuis hoorden. Terwijl we inmiddels weten, de groep die zich vooral aangetrokken voelt tot mensen van de andere seksen, heeft soms juist meer gezondheidsproblemen. Hebben soms ook echt andere ervaringen dan alle andere groepen. En het is ook de grootste seksuele oriëntatiegroep. Dit komt meer voor dan dat er mensen zijn die zich uitsluitend op seksgenoten aangetrokken worden, ofwel homo-lesbisch. Dus het is toch fascinerend. En dit is echt een blinde vlek van onderzoekers geweest. Ja. Eerlijk gezegd, inclusief van mezelf. Want ik ben begonnen als onderzoeker op het gebied van homoseksualiteit. Ik ben daarna, omdat ik zag dat er echt aandacht en andere problemen waren hierin, ben ik eigenlijk veel meer richting B+ gegaan. En ook richting trans en richting intersex. Want ik denk, daar moet zoveel gebeuren nog. Dat vind ik op zich ook wel een interessant verhaal, dat je dan eerst bent begonnen bij te focussen op homoseksualiteit enkel en daardoor meer een switch bent beginnen maken naar andere groepen, om het zo even, want het is veel meer dan biseksualiteit. Ja. Hè, je noemt ook transpersonen op en intersexe personen. Wat dan bij jou die switch heeft gemotiveerd als onderzoeker om toch meer een andere richting uit te gaan met jouw onderzoek? Nou, de switch is toch wel gedreven vanuit wat is belangrijk in de samenleving, waar de verandering moet plaatsvinden. Wat zijn onzichtbare groepen? Waar is echt nog veel aandacht nodig? En op een gegeven moment, ik zeg niet dat we alles weten over homoseksualiteit, dat is nooit zo. Maar het was wel echt opvallend hoe weinig we weten over B+. En als we dingen weten, nou ja, dat er echt specifieke problemen zijn. En soms ook dat het gewoon echt, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, dat er echt een gezondheidsachterstand is. Dus ik ben eigenlijk gewoon getriggerd geweest door de uitkomsten van onderzoeken. Die dit wel in kaart gingen brengen. Ik deed er vervolgens voor mijn promotieonderzoek, ben ik vervolgens ook daar dieper in gedoken via kwalitatief onderzoek, interviews dus. En dan wordt het nog duidelijker dat er echt andere issues spelen, dat het echt meer aandacht behoeft. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. Toen kwam ik ook meer in contact met de community, de stukjes community die er op dat moment in Nederland waren. Daar voelde ik me eigenlijk heel erg in thuis. Veel meer eigenlijk dan in de lesbische community. Terwijl ik alleen op vrouwen val. En dat heeft er wel mee te maken dat veel mensen die B+-gevoelens en ervaringen hebben, toch ook net iets vrijer zijn, veel mensen hebben juist last van die hokjes of moeite met die hokjes. Ze hebben daar helemaal geen zin in. En dat past wel heel erg bij mij. Dus ik noem me nu inderdaad tegenwoordig ook B+-minded. Ik ben het niet zozeer in ervaringen, maar ik omarm het echt. En ik voel me daar ook echt heel prettig bij. En ik denk ook echt dat als we hier meer ruimte voor creëren, dat iedereen daar meer iets aan heeft. Ja. Dat vind ik leuk gezegd eigenlijk. Nu, ik vond het ook interessant dat je ook zo wat aanhaalt over een gebrek aan kennis en dat dat ook weer terug vertaalt naar dagelijks leven. Hè. En dat dan ook eigenlijk van willen van het gebrek aan kennis dat jou wat heeft getriggerd om toch meer daarin te investeren. Dus daarmee dat ik weer even kijk naar Rachel hiervoor, hè, om aan de activistische kant te staan. Of er bepaalde dingen zijn waar jij als activist het gevoel hebt van hier is bijvoorbeeld veel meer onderzoek naar nodig, hè, vanuit de bi-gemeenschap. Dit is kennis die wij ontbreken vanuit onze activistische rol. Ik denk daar gewoon alles. Alles mag ongezocht opgezocht worden of ondergezocht worden. Het is echt wel super moeilijk. Omdat er zo weinig is, is het moeilijk om nu echt wel een punt erbij te halen om te zeggen van dit moet ondergezocht worden en dit en dit. Ik vind gewoon dat alles
moet op ondergezocht worden. Gelijk ook wel bij de lesbische of de homoseksuelen. Er is een echte achterstand in vergelijking met... Oei, je bent weggevallen voor mij. Ik weet niet of andere Hallo? Mensen... Ah, ja, hoor je mij? Ja. Nou wel, ja. Oké, okay. Ja, sorry. Ik weet niet. Oké. Ja. Dus ik vind dat echt een effectieve achterstand is in vergelijking met de andere groeperingen. Dus lesbiennes, homoseksuelen, de andere groeperingen, wij lopen echt wel achter. Dus ik vind dat alles eigenlijk ondergezocht moet worden. Er moet echt wel meer aandacht besteed worden aan het samenkomst van bi-plus personen. Er moet inderdaad meer activiteit. Zeker meer budget gegeven worden. Ook wel gewoon de aanvaarding en de denking van, van het bestaan van bi-plus personen in het algemeen. Dus voor mij is het zeer belangrijk dat die studies gevoerd worden. Want het komt ook wel over alsof bi-plus personen soms wel serieus geworden en soms niet. Dus af en toe zijn we aanwezig, maar af en toe zijn we niet aanwezig. En ik vind dat ook wel, dat is ook wel een rare signaal die je eigenlijk geeft aan de maatschappij toe. En zeker naar de LGBT-gemeenschap moeten er zeker vanuit de overheid, maar ook wel vanuit onze eigen bewegingen, dus de LGBTQI+-beweging, moet ook wel effectief meer signalen geven van, maar die personen zijn ook belangrijk voor ons. Ik zou zeggen van alle punten moeten er ondergezocht worden. Ja. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat is vrij allesomvattend, hè? Voilà. Meg, ik weet niet of daar ook, want ik hoorde bijvoorbeeld ook aanhalen van er is bijvoorbeeld meer budget nodig voor dat soort dingen. Ik weet ook niet of jullie dat als een drempel ervaren als mensen die in het onderzoek staan. Een gebrek aan geld, aan subsidies. Zeker. Het is toch fascinerend dat we al decennia lang wel onderzoeken doen, maar nog nooit een grootschalig onderzoek hebben gehad onder bi-plus mensen. We hebben tegenwoordig al wel onderzoek onder trans mensen, ook in België zo. Onder interseksen begint ook te komen. En onder bi-plus nog steeds niet. Daar is gelukkig nu in Nederland verandering in gekomen. Maar dat is omdat het ministerie bij ons van emancipatiebeleid... waar het emancipatiebeleid onder valt, budget hiervoor heeft gegeven. Maar daar was het in Nederland wel voor nodig. Daar heeft wel ander onderzoek voor geholpen om het voor elkaar te krijgen. Namelijk, wij hebben op een gegeven moment erop gewezen dat er in Australië een heel interessant onderzoek was. We weten inmiddels dat er meer gezondheidsproblemen zijn onder bi-plus mensen. Dat laten onderzoeken internationaal en in Nederland steeds opnieuw zien. Maar we weten niet waardoor het komt. En we weten ook niet welke groepen nou specifiek eigenlijk meer gezondheidsproblemen hebben. En een Australisch onderzoek heeft daar heel interessante bevindingen over gegeven. Waaronder bijvoorbeeld dat als je een partner hebt die jouw seksuele oriëntatie niet accepteert of kan ondersteunen, dat effect kan hebben op je gezondheid. Eigenlijk heel logisch als je bij stilstaat, maar dit is wel specifiek iets voor bi-plus mensen. Want als de meeste heteroseksuele en lesbische homo mensen hebben een partner met dezelfde seksuele oriëntatie als zijzelf. Dus acceptatie van de seksuele oriëntatie is geen ding. Maar dat is voor bi-plus mensen soms wel. En als je daar niet open over kan zijn of het wordt niet geaccepteerd, kan het dus effect hebben voor je gezondheid. Nou, wij hebben in Nederland dit onderzoek eigenlijk aangehaald van hoe goed zou het zijn als we eigenlijk zo'n soort onderzoek eens in Nederland laten doen? En je weet misschien over Nederlanders. Nederlanders kijken graag naar elkaar. Ze zijn een beetje competitief ingesteld. Dus wij kijken ook altijd, het is echt zo, bij de ILGA Europe Ranking. Waar staat België? Waar staat Nederland? Het is echt zo. En we doen het de laatste paar jaren slechter dan België. Dus het ligt gevoelig. Dus Nederland heeft het gevoel dat ze een inhaalslag moeten maken. En bi-plus is wel zoiets waarvan het ministerie ook dacht, we moeten er eigenlijk iets mee, maar we weten niet wat. Dus wij hebben eigenlijk gezegd, begin eerst eens met een goed onderzoek onder volwassen mensen. Want het is nog nooit geweest. En daar is gelukkig daar de handen voor op elkaar gegaan. Is het nu mogelijk geworden dat bi-plus Nederland een onderzoek uitzet. En tot onze verbazing, maar ook tot...
Het is onze trots ook om te zeggen dat we 9 onderzoekers van 6 verschillende universiteiten en kenniscentra bereid hebben gevonden om dit samen te doen. We hebben hen allemaal gevraagd om Novet uit te brengen en zij hebben samen besloten om als consortium dit te gaan doen. Dus dit is echt fantastisch en het geeft ook denk ik wel aan dat ook, het zijn allemaal LHBTI-onderzoekers, dat ze ook zien, eigenlijk moet hier iets mee. We weten er nog weinig over, er moet hier iets mee. Dus er is wel iets aan het veranderen. Overigens gaan we dit in Nederland volgende week pas uitbrengen, realiseer ik me nu. Dus het is nog zo nieuw, maar goed, nu heb ik het hier al verklapt. Maar we zijn er super trots op natuurlijk, dat wel eens gebeurt. Dus het heeft voor ons geholpen om internationaal onderzoek aan te halen en ook echt erop te wijzen dat inzicht echt nodig is. Okay. En dit is natuurlijk ook gevolgen voor beleid en activisme. Uiteraard. Ja, zeg maar Marion. Ik wil daaraan toevoegen dat op vlak van dat soort samenwerkingen, hè, dat wij in België, zeker als het over maatschappelijke vraagstukken gaat, dat wij vaak naar Nederland kijken. Omdat we zien dat er in Nederland meer samenwerkingen zijn. Dat er ook in het algemeen veel meer onderzoek gebeurt naar sociale maatschappelijke vraagstukken. En dat zijn dan inderdaad de ministeries die dat moeten financieren. Dat zou heel fijn zijn. Ik wou ook graag een beetje over mijn onderzoek nu vertellen, maar dan weet ik niet, Eden, hoe dat met de planning zit. Ik was net aan het kijken. We zijn in principe bij de tijd gekomen voor de eerste vragenronde. Nu, op dit moment hebben we nog geen vragen binnengekregen. Okay. Dus ik wil de mensen aanwezig zeker aanmoedigen om ook gebruik te maken van de chatfunctie. Als je een vraag hebt, mag je die daar zeker inzetten. En dan kunnen we die nog beantwoorden. Intussen tijd kan jij best wel eens vertellen over je onderzoek, Marion. En anders gaan we gewoon door naar het tweede deel van het panelgesprek. Okay. En dan pakken we de vragen achteraf er nog bij. Dan vertel ik even, want mogelijk zit er in mijn onderzoek wel iets in dat we kunnen gebruiken om te zeggen van kijk, we moeten echt investeren in een bi-werking, in een goede ondersteuning van bi-groepen en van bi-spaces. Ik ga even kort uitleggen waar mijn onderzoek over gaat. Ik heb in het laatste jaar gesproken met LGBTQ-personen met een migratieachtergrond in België. Het ging vooral over de noden en ervaringen van LGBTQ-personen met een migratieachtergrond. En de bedoeling is om naar beleidsaanbevelingen toe te werken voor Gelijke Kans Vlaanderen, van als we iets rond die doelgroep, rond dat specifieke kruispunt willen doen, of rond die specifieke kruispunten willen doen, wat doen we dan best wel, wat doen we niet, wat sluit aan bij de noden. Dat is een beetje het kader van het onderzoek. Er valt heel veel over te zeggen. Ik wil daar ook meteen even bij zeggen dat ik een wit persoon ben. Ik ben zelf bi-plus of queer. Maar ik deel maar een heel klein stuk van die ervaring. Dus ik ben eigenlijk een buitenstaander. Ik heb als buitenstaander onderzoek gedaan. En dat is niet de meest wenselijke manier om zo'n onderzoek uit te voeren. Dus dat wil ik er even bij zeggen. Dan nog heb ik mensen bereid gevonden die met mij daarover willen babbelen. En een van de vragen die ik aan iedereen heb gesteld, is hoe zou je jezelf beschrijven? Hè? Qua seksualiteit, je afkomst, je roots, hoe dan ook, beschrijf jezelf. En het valt mij heel erg op dat, ik zou zeggen, ongeveer de helft van de personen die ik gesproken heb, ik heb met 22 personen gesproken, en ongeveer de helft van die personen geeft aan dat ze bi of panseksueel of fluïde zijn. En voor mij was dat een beetje een verrassing. Ik vond dat een vrij hoog... Ik vond dat er vrij veel mensen zichzelf als bi of als panseksueel of fluïde beschrijven. En ik kan het een klein beetje vergelijken. In 2013 en 2014 heb ik ook een onderzoek gedaan. Toevallig waren er ook 22 personen met wie ik gebabbeld heb. En toen heeft er geen enkele persoon
zich als bi of panseksueel beschreven. En natuurlijk, hè, dat is helemaal niet representatief. Dat zijn 22 mensen, dat zegt niks over de bredere bevolking, maar toch is het opvallend dat er precies op die 7 jaar tijd vrij veel veranderd is. En dat veel meer mensen zich comfortabel daarbij voelen om zichzelf als bi te beschrijven. Ja, in het onderzoek dat ik een paar jaar geleden gedaan heb, kwam biseksualiteit aan bod, maar dat werd vaak beschreven zo van, ja, dat was de fase dat ik nog niet zeker wist en ik wou zo, dat leek mij veiliger, om dan niet meteen te zeggen, ik ben homo, maar dan heb ik ook die optie nog of zo. Dus dat is een hele andere manier. Wat ik nu zie, is dat mensen echt met, ja, hoe zal ik het zeggen, met trots en zonder rare bijgevoelens of zo, gewoon zeggen van, ik ben bi. En niet van, ik weet het nog niet zo goed. Daar is precies, het kan natuurlijk, hè, dat kan volledig afhangen, dat het gewoon, dat kan zijn dat dat gewoon telkens 22 totaal verschillende persoonlijkheden zijn, ja. Maar omdat er zoveel mensen zijn, onder de mensen waarmee ik nu gebabbeld heb, denk ik toch dat er een, ja, dat we zien dat er ook meer nood is aan ja, safer spaces voor bi-personen en ook op een inclusievere manier die bi-spaces organiseren. Ik vind dat op zich ook wel heel interessant, want ik heb hier ook weer een paar aanvullingen van Thomas Jans, de beleidsmedewerker van Savaria. En hij haalde iets vergelijkbaars aan. Hij zei ook van dat uit internationaal onderzoek ook bleek dat steeds meer mensen aangeven dat ze ergens onder die biseksuele paraplu vallen. Hè? Dan niet per se de term biseksueel zelf gebruiken, hè? Maar ook seksueel fluïde, pan, poly, seksueel, noem maar op. Hè? En dat ook dat het steeds meer bij jongere generaties gebeurt. Dus dat we minder bij de oudere generaties, maar wel steeds meer bij jongere generaties. En dat die procenten zelfs tot in de tientallen kunnen oplopen. Dus het valt mij dan op dat het ook bij jouw kwalitatief onderzoek, dat het daar ook naar voren komt en dat het jou ook opviel van, het zijn best veel mensen en er zit maar 7 jaar verschil tussen mijn eerder onderzoek en dit onderzoek. En er is toch al veel verschil in. Dus ik moest daar ook direct aan denken toen je dat vermeldde, van dat het ook in internationaal vlak dat ook stijgt. Mm. Ik zie ondertussen dat we een vraag hebben binnengekregen. Ik zal maar even voorlezen. Ondervinden wetenschappers hinder van onzichtbaarheid van biseksuelen bij kwantitatief onderzoek? Dat is de vraag die we hebben gekregen. Sorry, ik probeerde mee te lezen, waardoor ik eigenlijk niet heb gehoord wat je zei. Dus ik kwam in beeld. Ik kan niet multitasken. De vraag is, ondervinden wetenschappers hinder van onzichtbaarheid van biseksuelen bij kwantitatief onderzoek? Ja, ik neem aan dat je de onderzoeker wil die vraag beantwoordt. Ik denk eigenlijk dat de hinder vooral is, omdat het zo onzichtbaar is, dat ze niet doorhebben hoe groot en hoe belangrijk die groep is. Dus als je de bias hebt dat je, dat je zelf geen onderdeel uitmaakt van de B+ community, dus als je echt hetero of jezelf echt als homo of lesbisch ziet, en je hebt er geen oog voor, dan is het heel makkelijk, ook door de onzichtbaarheid in de samenleving en door die hele sterke monoseksuele norm, dat je gewoon je eigen blinde vlek in stand houdt. Ja. En met de monoseksuele norm bedoel je dan puur hetero of homo / lesbisch zijnde? Ja, precies. Dus, hè, de norm in de samenleving is vaak is dat je hetero bent. En als je dan niet hetero bent, dan is de norm in ieder geval dat je duidelijk op één seks of op gender valt. Ja. En als dat niet zo is, hè, dan B+ is toch ook nog steeds een seksuele oriëntatie die vaak niet serieus wordt genomen. Die wordt gezien als een tussenfase of een twijfel. Dit zijn allemaal monoseksuele antwoorden, op, hè, terwijl het natuurlijk gewoon allemaal gewoon kan zijn. Dus dit laat heel erg zien, hè, ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld pas uitkomen nadat ze het echt weten. Dat zijn allemaal van die voorbeelden van eigenlijk monoseksualiteit. En die norm dat je dus duidelijk op één gender hoort te vallen. Ja.
Oké. Ik weet niet of daar Marianne, of jij daar ook impact, of Rachel, dat jij misschien, want ik zie jou ook knikken, dat jij daar ook ervaringen mee hebt. Of ik weet niet of Marion daar ervaring mee heeft met een onderzoek. Ik kijk naar Marion, Marion kijkt naar mij. Ik laat het wel over aan de wetenschappers eerst, want ik vind het wel dat het naar jullie gericht werd voor de vraag, alleszins. Dus ik laat het wel over aan de wetenschappers om de vraag te beantwoorden. Deze wetenschapper weet het even niet. Mijn gevoel is van, kijk, ondervinden wetenschappers er last van, hè, was de vraag? Ja. Mijn intuïtief antwoord is van, ja, nee, want die gaan ervan uit dat het een of het ander is. Hè. Dus, maar eens er het bewustzijn is van, hè, dat het niet het een of het ander is, dat dat niet zo mononormatief is, ja, dan zie je pas van, wow, er is een hele lijn van onderzoek waar we nog niet zijn ingegaan. Er was gewoon in het verleden gewoon vrij veel, zoals Jantine ook al zei, vrij veel focus op of homo of hetero. Maar of ja, wetenschappers er last van ondervinden, ik denk, ja, er is gewoon nu vrij weinig kennis, omdat er... ik hoop dan dat er nu een groeiend bewustzijn is van het feit dat we meer onderzoek naar pluriseksualiteit... Dus dan heb je mono en dan heb je pluri als tegenovergesteld. Hè, van, dat je op meerdere gender-identificaties kunt vallen. Ik hoop dat er nu meer bewustzijn is, maar ja... Voor de rest hebben onderzoekers er last van? Nee, maar de community heeft er veel last van. Omdat er gewoon minder over geweten is. Hè? Als er nu meer onderzoek is over, zeg maar, witte homo's, hè? Dan geraakt dat meer en meer in de belangstelling. En dan citeren mensen binnen de wetenschappen ook elkaar vaker. En zeggen van, oh, dat onderzoek over die witte homo's. Maar daardoor wordt één issue altijd belangrijker en belangrijker. En is er eigenlijk minder plaats voor andere issues. En geraakt dat ook minder door naar de bredere maatschappij. Hè? Terwijl als er nu heel veel onderzoek over B+ zou zijn, dan zouden ook meer en meer mensen in de academische wereld daarover bezig zijn. En dan sijpelt dat ook weer meer door, bijvoorbeeld via de media, naar de bredere maatschappij. Dus als er meer onderzoek is, kan er ook meer breder bewustzijn komen naar een bepaald thema. En in die zin zou ik zeggen dat eerder de community daar last van heeft, dat er blinde vlekken waren. Ja. Wel, Rachel is dan wel... Hè? Je kan misschien meer vanuit dat community-aspect spreken. Ja, nee, ik sluit mij volledig aan bij wat Marion gezegd heeft. Ik vind dat echt... Ze heeft echt wel de nagel op de kop. Het heeft echt wel een zeker invloed op de community zelf. En ik denk dat ik dat al gezegd heb. Dus ik wil gewoon meer tijd overlaten voor de volgende vragen die al gesteld werden. Ik sluit me gewoon volledig bij aan van wat Marion gezegd heeft. Voilà. Oké, dan ga ik inderdaad over, want er is nog een vraag binnengekomen, inderdaad. Wacht, ik ga even... Ik krijg net nog een andere vraag binnen. Ik heb hier nog een vraag. Studenten doen liever onderzoek naar homo-lesbische onderwerpen. Misschien zien zij wat te zeer op de... Tegen de gecompliceerde... Wacht... misschien zien zij wat zeer op de tegengecompliceerdheid van onderzoek doen naar de B+-issues. Dus ze kijken daar wat tegenop. Hoe meet je de identiteit en hoe B+-gedrag? En dan kwam er ook bij, is het niet tijd voor een incentive zoals een biannual prize, die er te winnen valt als je goed B+ onderzoek doet? Dus het zijn eigenlijk twee aparte vragen. Hè? Enerzijds, hoe meet je identiteit versus biseksueel gedrag, als je dat zo kan omschrijven? En anderzijds, is er nood aan een incentive om onderzoek te voeren naar biseksualiteit? Het is altijd heel eng als we kaders moeten loslaten van hoe we naar bepaalde dingen kijken. Hè? Mensen zijn een beetje gewoontedieren. En zeker binnen de wetenschappen is het zo... Het is nu al...
decennia, wil ik zeggen, maar dat klopt misschien zelfs niet. Jawel, er zijn wel decennia aan onderzoek naar seksuele diversiteit, dus dat klopt wel. Dat werd altijd op die manier gedaan. En als we dan echt naar B-plus gedrag willen kijken, dan moeten we eigenlijk stoppen en proberen dat op te delen naar dit deel is hetero en dit deel is homogedrag. Die vakjes moeten we dan eigenlijk afbreken, omdat het gewoon een andere categorie is. En daar is natuurlijk, er zijn weinig voorbeelden in. Hè? Er is weinig literatuur waar je je literatuurstudie op kunt uitbouwen. Er zijn weinig concrete onderzoeken die je kunt nabootsen. Dus dan snap ik wel dat voor studenten het ook meer eenduidig is om niet naar biseksualiteit te kijken. Er is wat durf voor gevraagd, denk ik. En voor studenten is dat, ja. Maar ik vind het idee van die incentive heel leuk. Maar dan moet je natuurlijk ook begeleiders hebben die bij die thesissen, bij die onderzoeken, ook de juiste kaders kunnen helpen aanreiken. Ik weet niet wat Jantien ervan denkt. Ja, ik vind het een hele interessante vraag over het meten van bi als identiteit of bi als gedrag. Ik denk dat het heel lang als identiteit is gezien, net zoals dat homo zijn een identiteit is voor veel mensen. Maar wat wij eigenlijk bij B-plus Nederland hebben gemerkt, dat heel veel mensen die bij ons nu, we hebben nu ruim 900 Facebook-leden, best veel. En heel veel mensen ervaren het eigenlijk niet als identiteit. Een klein deel wel, en die noemt zich ook out and proud bee, of queer of pan. Maar er zijn best wel veel mensen die het niet als identiteit ervaren. Maar die het gewoon ervaren als dit zijn de gevoelens die ik heb. Of dit is gewoon, ik heb gewoon, ik voel me gewoon tot meerdere genders aangetrokken. Of ik vind het fijn om meerdere relaties tegelijkertijd te hebben. Of naast mijn vaste partner af en toe seks met iemand anders van een ander gender. Dus dat is voor ons ook wel een reden geweest waarom wij nu tegenwoordig ook over B-plus spreken. En B-plus zien wij als een overkoepelende term voor iedereen die op meer dan één gender valt. Ongeacht hoe je jezelf noemt. Dus ongeacht die identiteit. Hè? En sommige mensen zullen zichzelf dan wel als bi zien en zich zo benoemen. Sommige mensen pan, queer, sommige helemaal niet. We zien tegenwoordig dat sommige mensen zeggen over zichzelf, ik ben B-plus. Nou ja, als je het als een identiteit ervaart, kan het natuurlijk. Maar wij gebruiken het als een overkoepelende term. Om terug te komen op die vraag over studenten, dat er nog niet zoveel onderzoeken zijn door studenten. Misschien niet op het gebied van bi, maar we zien wel dat er meer onderzoeken komen, dat er echt een interesse is bijvoorbeeld naar sexual fluidity of seksuele fluiditeit of non-binair gender. Dat zijn wel thema's die echt wel aanspreken, intersex ook. Dat komt steeds meer. Dus misschien dat het meer als we ons alleen maar op bi richten, dat het niet zo vaak voorkomt. Maar als het gaat over pan, queer, seksuele fluiditeit, dan is die interesse er zeker wel. Maar het is complex, klopt, ja. Maar daarom wel belangrijk dat studenten dit gaan doen. Oké. Ik ga de rest voor de vragen voor ronde 2 bewaren. Ook weer opnieuw een warme oproep. Je mag gerust doorheen het panelgesprek jouw vragen insturen via de chat of Q&A. Deze worden verzameld door andere vrijwilligers. En dan kunnen we bij de laatste vragenronde de vragen nog een keer overlopen. Verder gaan wij nu nog even verder voor 20 minuutjes met ons gesprek. We hebben nu eerst meer gefocust op echt kennis, zou ik zeggen. En nu wil ik graag iets meer dieper ingaan op de interactie van onderzoek, activisme en beleid. En hoe die drie zich maar elkaar wat meer beïnvloeden en elkaar kunnen versterken, zeg maar. En ik wil graag ook eens horen of jullie daar wat meer over kunnen vertellen. Over welke impact onderzoek bijvoorbeeld echt al heeft gehad of andersom op beleid en activisme, of welke impact bijvoorbeeld activisme en beleid hebben kunnen hebben op jullie onderzoek. Dus dat is een beetje een brede vraag, een dubbele vraag opnieuw. Hè. Maar ik hoopte dat jullie misschien zo wat voorbeelden of verhalen konden delen.
Ik zal ze misschien anders eerst opsplitsen, de vraag. Hè, in plaats van twee tegelijkertijd eentje er maar stellen. Gewoon, welke impact heeft onderzoek al gehad op jouw activisme, bijvoorbeeld, Rachel? Is er bijvoorbeeld iets dat jij hebt gedaan in het verleden? Het zij een workshop of echt iets anders? Dat jij hebt kunnen doen omwille van bepaalde vormen van onderzoek? Ja, als ik aan iets begin, dan ga ik het eerst wel een klein beetje, enfin, ga ik eerst wel een klein beetje recherche doen en wat alles onderzoeken. En ik denk dat het een klein beetje normaal is als bi-persoon, ga je effectief op zoek moeten gaan naar andere personen, maar ook wel naar bewijzen eigenlijk van jezelf, maar ook van anderen. Dus ja, voor mij heeft vooral het lezen van bepaalde boeken. Ik kan ze nu niet opsommen, dus ik zal misschien achteraf wel een lijst maken en doorsturen. Maar ja, bepaalde workshops volgen. Robin Ox ook wel heeft mij ook wel zeer hard beïnvloed. Ook wel om te horen dat die ook wel zo heel luid over het bi zijn al heel lang aan het roepen is geweest. Dus ja, dat heeft een zekere en dat blijft mij nog beïnvloeden de dag van vandaag. Ik kijk nog altijd naar zulke personen, maar ook wel naar andere personen, gelijk Marion, gelijk Jantine. Ik kijk ook wel naar de personen die ook wel heel dicht bij mij zijn om mij te gaan beïnvloeden. Ook wel om mij een klein beetje meer moed te geven om te blijven vechten voor plus personen. Om echt effectief aan te duiden dat wij effectief, zogezegd, een identiteit, maar ook wel dat er ook andere dingen onder die B-plus vallen. En je hoeft je niet per se alle antwoorden nu te krijgen. Dus ja, dat beïnvloedt mij wel. Maar ik kijk ook wel naar de andere groeperingen. Hoe dat zij het gedaan hebben. Hoe dat zij het allemaal uitgevoerd hebben. En hoe kunnen we daar bij ons eigenlijk gebruik van maken. Want het werk is al uitgevoerd geweest. We gaan niks terug eruit vinden. Er zijn bepaalde dingen die wij wel kunnen toepassen bij onze, op de manier waarop dat wij activisme voeren. Maar dat kan ik ook wel zeggen bij andere groeperingen, ook wel buiten het LGBTQI-gemeenschap, ga ik ook wel naar kijken. Maar ja, ik kijk ook wel naar verschillende groeperingen binnenin, maar ik kijk ook wel naar eigen huis, op eigen bodem. Zeker in België, ik kijk ook wel naar de bi-curieus, zelfs als ik de naam niet zo leuk vind. Ik zal eerlijk zijn, ik heb daar een hekel aan. Ik ben niet curieus, ik ben niet onzeker, ik ben niet ambigu. Ik weet het voor mezelf, maar voor anderen is het ook wel misschien anders. Dus het laat mij ook wel over om ook wel ruimte en plaats te maken voor andere personen die het niet zo goed weten. Ergens zegt het ook wel aan mijn eigen dat ik die mensen niet moet verplichten om tot een antwoord te komen. Je hebt bi plus gedrag, je hebt bi plus identiteit. Dus alles mag en alles kan. Dus ja, ik denk dat het een klein beetje logisch is dat ik door alles en iedereen een klein beetje beïnvloed word. En ook wel naar de manier waarop dat ik ook wel wetgeving bekijk. Zeker als we kijken ook wel effectief naar de transwet in 2018. Daar ook kunnen wij ook wel bepaalde punten halen die ook wel heel verdeeld kunnen zijn voor bi-plus personen. Dus ik zou eerder graag willen kijken hoe dat de andere groeperingen eigenlijk bi-plus identiteit of gedrag eigenlijk mee kunnen opnemen met de manier waarop dat zij activisme voeren. Dat ze effectief, als de lesbiennes voorop komen, zeggen van ja, we zijn lesbiennes, maar we weten ook wel dat de bi-plus personen ook wel een zeker belangrijke deel van hun geschiedenis en ook wel van hun activisme zijn geweest. We weten dat ook wel voor de homo-beweging, dat de bi-personen daar ook wel zeer aanwezig zijn geweest. Voor de trans-personen zijn het ook wel hetzelfde geweest. Dus voor mij is het zodanig naar de toekomst toe, zou ik willen dat de verschillende groeperingen gewoon meer eerder de hand gaan uittrekken naar bi-plus personen. En ook wel die personen gewoon toevoegen aan de manier waarop dat zij hun activisme voeren.
Dus dat is voor mij, naar de toekomst toe is het wel belangrijk om misschien op die vlak... Het is ook wel, op een bepaalde manier zie ik het ook wel tot die intersectionele aanpak van de verschillende groeperingen. Dus het lijkt mij enkel maar logisch als wij eigenlijk vooruitgang willen boeken. Ja, okay. Zeg maar, Marianne. We horen nu niet. Ik wou vragen, Rachel, denk jij dat er... Want je zegt nu eigenlijk, oké, dat zou goed zijn als er meer soort van inclusiviteit naar B-mensen toe zou zijn, vanuit de andere letters. Maar denk jij dat er... Of heb jij het gevoel dat er ook nood is aan spaces die specifiek voor bi, pan en zo verder mensen zijn? Echt zo een meer... Ja, ik vind het persoonlijk wel. Ik vind dat dat nog altijd nodig is. En zeker nu. Want zoals ik eerder vermeld heb, die bi-ruimtes die bestaan, maar die blijven niet langdurig bestaan. En dat voor mij is zeer problematisch voor onze community eigenlijk. Om juist die community echt wel aan elkaar te hechten. Echt wel een zekere, sterkere foundation eigenlijk te leggen. Ik vind dat echt wel superbelangrijk dat bi-mensen eigenlijk ergens terecht kunnen. Waarbij dat ze ook wel geen vragen hoeven te stellen. Waarbij dat ze geen uitleg of de lesje moeten gaan leren aan andere personen van wat is bi zijn en effectief telkens heen en weer moeten uitleggen van ja, ik ben biseksueel of ik ben pan en het is een identiteit, het is een gedrag of inderdaad, maar telkens dat uitleg te moeten uit te voeren, dat vind ik echt wel super vermoeiend. En ja, ik weet dat ook wel zelf als ik ergens terechtkom, zelfs als de coördinator van het Rainbow House, zeg ik ook effectief, ik ben een biseksuele vrouw. En als het vanuit de LGBT-gemeenschap komt of van de hetero-wereld komt, is het nog altijd zo van, jullie bestaan nog altijd. Of bestaan jullie echt? Of, wat is dat nu weer? Je moet wel een kant kiezen. Nou. Dat is super vermoeiend. Maar het is ergens ook wel... Het is echt wel een tekort. Het is echt wel een tekort aan ruimtes, juist voor de bi-personen. Dat is... Ik vind, voor mij is dat altijd zo geweest. En ik vind het zeer pijnlijk dat het nog de dag van vandaag zijn er nog meer, zoals je gezegd hebt, er zijn meer personen die daar vooruit komen. Maar waar kunnen die personen juist terecht? Waar kunnen die personen juist met andere personen in gesprek gaan? Vroeger heb ik dat niet gehad. Ik ben direct naar de lesbische community gegaan en het is niet zo goed afgelopen. Maar ik vind dat we de dag van vandaag voor elke letter moet er iets zijn. Ja. Er moet een ruimte zijn. Dat is ook een beetje het gevoel dat ik heb. Zo, inderdaad, er moet een ruimte zijn voor elke letter, maar we moeten ook daarnaast, en die twee sluiten elkaar niet uit, denk ik, moeten we ook de handen naar elkaar reiken. Zeker. Het is daarom dat wij zijn ook wel verspreid over alle letters. Ik vind ergens dat wij eigenlijk de bindingsmiddel zijn van alle letters. Wij zijn overal aanwezig. We zijn heel stil, want we weten ook wel die gewelddadige reacties van sommige mensen uit die mono... seksualiteiten kan ook wel heel hard overkomen. Maar wij moeten, zoals je gezegd hebt, we moeten echt effectief aanwezig zijn. En die andere groeperingen moeten ook wel weten dat ze ook wel van zeker privileges leven en hebben. En dat zij ook wel de hand moeten uitreiken naar bi-personen. Want we maken deel uit de hele homo-beweging op zich. We hebben ook wel op elkaar geleund en elkaar gesteund. Dus het is enkel maar logisch dat we gewoon samen werken en samen met elkaar blijven. En ook wel samen elkaar aanvaarden en herkennen ook wel. Die erkenning is echt voor mij super van belang. We're here. Voilà. Ja, ik denk dat inderdaad ook heel mooi samenvat, om het zo te zeggen. Hè. Ik wou ook gewoon de vraag eens in de andere richting ook uitstellen, hè, naar Marion en Jantien. Ongetwijfeld heeft activisme of beleid ook al wel impact gehad op jullie onderzoek. Ik hoorde jou bijvoorbeeld ook net die vraag stellen over safe spaces, Marion. Ik geloof dat jij daar ook onderzoek echt ook naar voert, hè, of hebt gevoerd in het verleden.
Dat is toch een van de onderwerpen die aan bod komen in mijn interviews met LGBTQ-personen met een migratieachtergrond en ook met experts die rond die thema's werken in hun dagelijkse leven. Dat is echt wel een van de thema's die we bespreken, maar... De vraag was van hoe beleid eigenlijk invloed heeft op onderzoek, hè? Ja, of activisme, als er bijvoorbeeld inderdaad beleid of activisme, of dat een rol op misschien jouw persoonlijk onderzoek of onderzoek in het algemeen in Vlaanderen of Nederland, daar kijk ik ook wel naar Jantien toe, hè? Of dat heeft geholpen erbij. Ik heb... Er zijn twee verschillende dingen aan de gang. Ik denk dat de meest geschikte manieren om gemarginaliseerde groepen, dus groepen die eigenlijk vaak in de minderheid zijn, om gemarginaliseerde groepen, om daar onderzoek rond te doen, is echt te beginnen bij die groepen. Mm-hmm. Hè? Niet te zeggen van, oh, wat gaan we nu eens doen? En dan ook rond iets werken dat je eigenlijk niet, waar je geen band mee hebt. Maar echt vertrekken van, kijk, wat zijn nu die noden? Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we dat de realiteit wel zo is dat er opdracht naar onderzoeken komt, dat vaak een beslissing van bovenaf is. En dat de manier waarop dat geformuleerd is, dat vaak niet helemaal aansluit bij de noden of bij wat er al, bij al de kennis die er al bestaat, hè, binnen het activisme. Dus je hebt eigenlijk, ja, onderzoek is daar ergens tussen. Hè, van, je hebt dan de grassroots, de beweging, de gemeenschap, zoals wij hier nu zitten. En dan heb je bijvoorbeeld beleid, regering, die aandachtspunten hebben waar ze iets over willen weten. En Als dat onderzoek van bovenaf gebeurt, dan is er vaak, om te beginnen, al een grote disconnect met wat er nu echt nodig is in het veld. Dus ik vind dat een zeer relevante vraag. Ik word er ook altijd... ik zit er zelf middenin, hè. Ik zit in een onderzoek dat van bovenaf besteld is. Ik probeer zo goed mogelijk aan te voelen van wat zijn de noden hier in het veld. En dan moet je dat ergens naar elkaar toe brengen. In mijn ideale wereld, ik zal het gewoon zo vertellen. Ik ga me niet kapot maken, ik ga gewoon vertellen wat mijn ideale wereld is. In mijn ideale wereld zouden die hier van boven zeggen van kijk, we hebben een potje geld voor sociale vraagstukken. Laten we eens naar het middenveld kijken. Wat zijn nu echt de noden die hier, bottom, bij ons in de gemeenschap leven? En jullie mogen beslissen hoe we dat gaan inzetten. En dan komt er volgens mij onderzoek uit de bus die echt verandering kan brengen. Dat zou mijn ideale wereld zijn. Ik vind het ook wel interessant dat je zegt dat je er zo wat tussenin zit. Hè? Zijn er bepaalde manieren waarop jij daar zo goed mogelijk aan tegemoet komt? Hoe gaat dat dan bij jou in zijn gang als je daar... want je zegt ook, ik ga dan op zoek naar die noden in de mate dat het kan en toestaat. Hoe ga je daar dan mee aan de slag? Dat is wenen. Dat is echt... dat is niet zo gemakkelijk. Ik heb het in het begin ook al gezegd. Hè. Ik ben niet de geschikte persoon om het onderzoek bijvoorbeeld uit te voeren dat ik nu uitvoer. Ik zit er nu middenin. Ik heb waanzinnig veel mogen leren. En ik probeer gewoon zo goed mogelijk... mij een beetje een voertuig. Je hebt zo'n beetje het paard van Troje. Hè? Ik ben een beetje het voertuig en ik wil graag hetgene wat er hier op de... Ik wil niet zeggen de bodem, dat klinkt zo negatief, hè, maar wat er on the grounds, wat er in de gemeenschap leeft, dat probeer ik graag in dat lege voertuig te stoppen en dan naar boven te dragen. Hè? En op die manier probeer ik daarmee om te gaan, maar ik weet dat niet... Ja, dat is niet feilloos, hè. Die opzet is... het is heel veel... Ja, het is heel veel, navigeren en wenen. Is dat een ervaring dat jij deelt, Jantien? Dat het wikken en wegen en wenen is? Ja, zeker. Dat herken ik. En dat herken ik ook wel uit andere onderzoeken die ik heb gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van intersexen. Daar herken ik dit heel erg in. Je moet toch echt beginnen bij
de gemeenschap zelf. En als die gemeenschap nog niet een super grote, sterk georganiseerde gemeenschap is, dan begin je met de individuen die je vindt en de voorlopers. Dat is de enige manier. Maar daarom vind ik het wel echt heel mooi dat het ministerie bij ons nu, hè, die wilde dus, die waren er door ons van overtuigd graag, er moet een onderzoek komen. De makkelijkste weg voor hun was natuurlijk om dan gewoon zelf gewoon een onderzoeksopdracht uit te zetten. Maar dat hebben ze niet gedaan. Zij hebben ons eigenlijk budget gegeven om een onderzoek uit te zetten. Dus dat is eigenlijk, hè, de community zelf, belangenorganisatie zelf. Dus waardoor wij konden formuleren waar het onderzoek over zou moeten gaan. Dus wij hebben de onderzoeksvragen en de doelstellingen bedacht. En vervolgens gaan natuurlijk onderzoekers dat dan verder uitwerken. Maar daarmee houden we wel zelf ook in de hand waar het onderzoek over gaat. En dat niet de interesses zijn van net die bepaalde onderzoekers of van die bepaalde beleidsmedewerkers. Maar dat het ook echt wel in die zin aansluit bij waar je als B-plus gemeenschap behoefte aan hebt. Dus dat vind ik een hele, dat vind ik wel bijzonder dat het zo is gegaan, want vaak is dat niet zo. Betekent overigens dus voor mij dat ik wel het onderzoek mocht uitzetten, maar niet uitvoeren. Dat is wel weno, moet ik zeggen, dat ik het niet zelf mag uitvoeren, maar dat is de rol die ik dan nu heb. Het is gelukkig in hele goede handen. Mag ik nog één antwoord geven op de vorige vraag? Van hoe we in activisme beleid ook onderzoek gebruiken. En hier hebben we eigenlijk wat Rachel ook vertelde, ook wel geleerd of gekeken naar wat andere bewegingen doen. We hebben in Nederland gemerkt dat het beleid rondom trans en ook de gemeenschapsvorming echt hebben geprofiteerd of geholpen waren door goed onderzoek. Dat hebben we gezien. Dat kwam in één keer. Dat was in één keer. En eigenlijk, dat goede onderzoek hebben wij eigenlijk. Wij zijn in Nederland heel erg geïnspireerd geraakt door Jos Motmans, die daar een heel goed onderzoek over had gedaan. Dat hebben we toen vervolgens in Nederland geprobeerd zo goed mogelijk ook te doen. Maar dat onderzoek naar de ervaring van transpersonen heeft heel erg veel geholpen. Voor zowel beleid, maar ook voor de gemeenschap en activisme. Dus dat heeft ons eigenlijk ook wel doen denken van wat moet er nu eerst gebeuren. Je kunt niet alles tegelijkertijd, maar onderzoek kan echt helpen. Om iets te agenderen, om je informatie, kennis te hebben. En wat we nu, dat ene onderzoek wat we nu uitzetten is heel fijn voor ons. En anderzijds wat we nu ook doen is, volgende week brengen we een kennissynthese naar buiten. Van alles wat we weten over B+, op basis van Nederlands onderzoek. Dus alles onder elkaar. Het is een best omvangrijk document. Gelukkig is het een beetje omvangrijk. Maar dat helpt. We hebben ook al wel gemerkt dat het helpt. Want als wij inderdaad met beleidsmakers in gesprek gaan, of als wij met media verzoeken te maken krijgen, hebben we gewoon alle informatie op een rijtje nu. Dus dat is heel prettig. Dus als we een vraag krijgen over discriminatie, dan hebben we de feiten op een rijtje die we tot nu toe hebben over discriminatie. Zelden over gezondheid, zelden over seksueel geweld, zelden over leefsituatie enzovoort. Dus het bundelen van de kennis die er al wel is, helpt ook heel erg. Dus daar gebruiken wij onderzoek ook wel voor in beleids- of pleitbezorging en in activisme. En we zien ook in onze Facebookgroep dat mensen heel vaak onderzoeken delen met elkaar. Omdat het hun helpt om inzicht te krijgen in de eigen ervaring, om erkenning te krijgen. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien, dat mensen zelf dat ook heel vaak delen. Dat is vaak internationaal onderzoek. Ik vind dat ook wel heel interessant, wat je haalde net ook aan Jos Motsmans. Dat is, jij is onderzoeker aan Transgender Infopunt, als ik me niet vergis, hè, nu. Ja. Ja, ik zie je knik, dus dat is goed. Ik ken mijn mensen. en ook, ik weet dat je ook al eerder vertelde over Nederlandse en Vlaamse onderzoekers die ook een netwerk hebben. Ik weet niet of dat hetzelfde forum is dat jij coördineert, Marion, of dat dan nog een ander forum is. Jantine en ik kennen elkaar van het Nederlands-Vlaamse LGBTI-netwerk. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. En daar zitten eigenlijk alleen maar onderzoekers in. Onderzoekers uit heel verschillende disciplines. Dat gaat van psychologie, sociologie, media, wetenschappen, noem maar op.
En in Vlaanderen... Allee, Jantien kan daar meer over vertellen dan ik. En in Vlaanderen hebben we het LGBTQ-forum. De bedoeling daarvan is om juist meer voor die verbinding van wat we hier vaak het middenveld noemen en de academische wereld te maken. Omdat we zijn ons ervan bewust dat er vaak een grote afstand is. Hè. Wij in de academische wereld, wij doen maar wat. En vaak, vaak komt dat niet echt naar buiten met die resultaten. Hè, van dat is niet toegankelijk. Hè. Dat blijft in een online catalogus. En er wordt niet echt iets mee gedaan. Dus een van de dingen die we met het LGBTQ-forum willen doen, is kennisdeling. Van wie is er eigenlijk allemaal? Wie doet er in Vlaanderen allemaal onderzoek? Uit welke disciplines? Maar wat ook heel belangrijk is, is die voeding vanuit het middenveld. Dus wij proberen mee te nemen vanuit organisaties. Wat leeft er eigenlijk? Waar zijn jullie mee bezig? Welke projecten hebben jullie? Zijn er onderzoeksnoden? En ja, op die manier proberen we een beetje met elkaar een beetje meer voeling te houden. Met elkaar te communiceren. En soms ontstaan daaruit leuke samenwerkingen en soms is het gewoon ook fijn om elkaar weten te vinden. Want er zijn in België, hebben we niet een specifiek onderzoekscentrum. Er is ook geen steunpunt gelijke kansen meer. Dus er zitten zowat hier een onderzoeker, daar een onderzoeker die ergens met seksualiteit en gender bezig zijn. En de bedoeling van het forum is om ons toch een soort van samen te brengen. Ik vraag me eigenlijk af, want ik heb daar nu ook niet direct zo een zicht op, of er ook zoiets vergelijkbaars bestaat op vlak van activisme. Misschien dat Rachel daar meer zicht op heeft. Horen jullie mij? Oké. Ja. Op dat vlak, er zijn verschillende Facebookgroepen. Ik ben nu aan het denken. Ik denk vooral aan... het is vooral via Facebook of social media. Er zijn ook wel heel veel groepen online. Ik denk dat het digitale aspect wel helpt om mensen echt wel sneller bij elkaar te brengen, om links te maken. Gezien dat we nu geen congres of naar de ILGA-congres kunnen gaan, zijn we allemaal actief en allemaal online. Denk ik. Dus nu gaan we echt wel over op digitale wijze. Gaan we echt op zoek naar bepaalde mensen. En het forceert ons om een klein beetje meer actief te zijn op dat vlak. Maar ja, ik denk dat vooral op een zeer relaxe manier gebeurt. Op activistische manier. Op activistische niveau gebeurt. Is het zo heel los. Enfin, soms maak je de link, maar dan komt het heel laat aan. Zo van, die doet dit en daar. En die heeft daar gewerkt. En uiteindelijk kom je dan een jaar of twee later te weten dat die persoon ook wel bi of pan is. Dus dat kan ook wel gebeuren. Maar ja. Oké. Okay. Ja. Goed, met deze ga ik nog even over op een paar laatste vragen, want het is bijna tijd om af te ronden voor ons panel. Ik ga even over naar de eerste vraag die we dan in het lijstje hebben. Anthony had aangegeven, wat is er geweten over aantrekking tot gender versus seksen? Dat was iets dat eerder werd aangehaald door Jantien, gaf die aan. Dat was de vraag. Wat is er geweten over aantrekking tot gender versus seksen? Dat is een vrij brede vraag ook. Ja, en ik begrijp ook... Ik weet ook niet helemaal hoe ik deze vraag moet beantwoorden. Wordt hier bedoeld de aantrekking naar seksen of naar gender? Of wat juist het verschil is? Want ik denk dat we daar eigenlijk heel weinig over weten. Ja, ik denk dat het inderdaad doelt op het verschil van aantrekking tot genderidentiteit versus geslacht, zoals wij hier ook nog wel eens zeggen, in de plaats van seksen. En daar het verschil tussen, maar daar is dan minder over geweten, over die vergelijking dan. Ja, kijk, vaak wordt het op een hoop gegooid.
En het feit dat het niet hetzelfde hoeft te zijn, dat is natuurlijk wel echt ook iets wat voor B-plus mensen kan spelen. Hè? Dus hè, sommige mensen vallen in sekse kenmerken misschien op meerdere, variaties, maar misschien wel heel duidelijk op één genderidentiteit. Of misschien wat we bij B-plus Nederland ook wel eens zien, op meerdere genderexpressies. Kan ook nog natuurlijk. Dus dat is, ik denk dat dit juist iets is wat, wat heel interessant is, dat het niet samen hoeft te vallen. En dit is nou typisch zoiets, dit valt bij monoseksuele mensen samen. Die hebben deze kwestie gewoon niet. Maar dit is voor B-plus mensen, er zijn allerlei variaties hoe je dit kan ervaren. En dit is denk ik ook inderdaad een belangrijk thema voor onderzoek. Maar ook hè, als er online community events zijn om het daar met elkaar over te hebben. Om inderdaad voor jezelf wel helder te krijgen, hoe zit het bij mij? En dit kan veranderen, dat is helemaal oké. Maar dit is, ja, dit is juist inderdaad iets wat voor B-plus mensen heel erg kan spelen. Ja. We zien het ook in onze Facebookgroep, dat hier heel veel vragen over komen. Van hoe ervaren jullie dit? En dan zie je daar een enorme schakering in antwoorden. Ja. Dus het is nog een zoektocht, om het zo te zeggen, eigenlijk op dit moment. Ja, en ik denk vooral voor onderzoekers is de bewustwording dat dit dus niet gelijk hoeft te vallen voor mensen. Ja. Dat dit verschillend kan zijn. Oké. Dan heb ik nog een vraag gekregen voor Rachel specifiek. De vraag gaat als volgt. Onderzoek toont meer groei aan biseksuelen aan. Zijn er meer biseksuelen in Rainbow House of in de community? Zijn er meer biseksuelen of B-plus personen in het Rainbow House? Ik denk van wel. Ik heb ze niet allemaal opgeteld, maar op een bepaald, op een bepaald moment, zoals ik eerder zei, onze vereniging, die eigenlijk van het Rainbow House komt, op een bepaald moment waren er een stuk of 50 mensen op ene bijeenkomst. Ik was helemaal gechoqueerd. Dus onze bar was vol met B-plus personen en ik dacht in mijn eigen, heaven! Ja, dus, maar nu zit er bijna niemand. Dus ik denk niet dat ze allemaal gewoon ergens anders zijn gaan wonen. Ze hebben gewoon andere plaatsen of andere belangen of zijn er dingen veranderd. Want verandering kan en mag. Dus ja, het is ook wel een kwestie van, het is ook wel onze, het is ook onze verantwoordelijkheid om juist die ruimtes open te zetten voor bi-personen. Dat ze dan weten dat ze hier terecht kunnen. Dus ja, voor mij is het een kwestie van die ruimtes openmaken en veilig maken voor bi-plus personen. Oké. Maar ik weet niet van hoeveel biseksueel... Ik ben de enigste, denk ik. Nee. Wow, we zijn met twee in onze team. Wow! We groeien is echt. Ja. Maar ik denk dat meer personen daarvoor openstaan om echt effectief naar boven of naar buiten daarmee te komen. En effectief de identiteit of en ook het gedrag met trots te gaan verkondigen eigenlijk. En daar vind ik wel een zekere pluspunt. Daar vind ik wel de groei is aanwezig. En het is, ik denk dat die personen zijn er altijd geweest. Maar het feit dat ze daar durven voor opkomen, dat vind ik nog altijd zeer positief. En dat kan altijd, dat gaat gewoon enkel. Ik denk dat het enkel maar gaat groeien. Maar we zullen wel zien. Maar alleszins is het echt wel super fijn om te weten dat mensen daar zich goed bij voelen. Eigenlijk om zich als pan te outen of bi. Plus de auto, sorry. Okay. Super. Goed, ik heb nog twee vragen en daarna gaan we stilletjes aan afronden. Ik ga eerst de iets serieuzere vraag en daarna zou ik graag, want het is een iets serieuzere vraag en dan een iets luchtigere vraag. Ik zou graag met de luchtigere vraag willen eindigen. Dus ik ga eerst de ene vraag. Die vraag luidt als volgt. Welke noden vanuit de bi-gemeenschap zouden jullie graag meer onderzocht willen zien? En er staat er tussen haakjes gezondheid, identiteit en dan drie puntjes. Dus als het
iets is dat jullie graag echt specifiek meer onderzocht willen zien? Wat zou dat dan voor jullie zijn? Alles, maar doe het op een manier die ja, met een kijk naar intersectionaliteit. Focus niet alleen maar op het bi-aspect, maar kijk ook van welke andere identiteitslagen hebben die mensen nog allemaal. Bijvoorbeeld kijk ook naar oudere bi-personen. We hebben er ook aandacht voor dat er bi-personen met een fysieke beperking kunnen zijn. Dat soort dingen. Dus doe maar alle onderzoek, maar hou altijd in het achterhoofd dat die bi-personen ook een andere achtergrond kunnen hebben dan jijzelf, denk ik maar. Ja. Oké. Ik weet niet of Jantien of Rachel daar ook... Wij zijn natuurlijk blij dat er een onderzoek komt. En dat gaat ook over gezondheid, dat gaat ook over identiteit. Wat wij een belangrijk onderwerp vonden om daarin ook mee te nemen, is wat zijn je ervaringen met... zo wordt de vraag niet gesteld, maar het thema... Wat zijn je ervaringen met leven in een monoseksuele samenleving? Dus dat echt dat monoseksualiteit uitlicht in je ervaringen. Dus hoe komt dat tot uiting? Hoe merk je dat? En we willen ook graag meer inzicht krijgen in wat werkt voor jou om er vorm en uiting aan te kunnen geven op een manier die voor jou prettig is. Dus eigenlijk dat verhaal van coping. Op een succesvolle coping manieren. Wat helpt je? Dus wat zijn de noden, maar ook wat heb je nodig? Of wat werkt voor jou? Wat heb je, dus ook om meer inzicht te krijgen. En wat moeten we dan wel doen? Of wat gaat dan wel werken voor mensen? Dus daar willen we ook graag meer inzicht krijgen. Maar daar zijn nog meer onderzoekenden nodig. Dus ja. Ja. Oké. Okay. Voor mij, ik sluit aan bij beiden. Maar ik zou ook wel de psychologische gezondheid ondergezocht wordt. Welzijn, ik hoorde wel dat de welzijn zeker ondergezocht wordt. Vanuit Savaria gaan ze daarvoor gaan. Dus dat vind ik wel super positief. En ook wel... Ik ben het juist vergeten. Ik had het... Oh my god. Nu ben ik het kwijt. Dat is oké. Je kunt het straks nog misschien nog even kort toevoegen. Voilà. Ondertussen ga ik over naar de laatste vraag. En dat is wel een leuke. Om in te pikken op wat Rachel zei, zouden de panelleden hun leestips kunnen geven, eventueel achteraf, over bi-issues, identiteit, geschiedenis en noem maar op, zowel academisch als meer populair. Ik vind dat wel een leuke, want we hebben eerder deze dag ook een bi-boekclub gehad, waar ook dit soort dingen hoogstwaarschijnlijk zijn besproken geweest. Hè? Dus ook wel leestips. Dus misschien hebben jullie ook wel leestips. Relaties. Relaties. Dat was mijn laatste punt. Voilà. Okay. Sorry, Marianne. Belangrijk punt, Rachel. Belangrijk punt. Ik heb al heel lang deze hier klaar liggen. By Notes for a Bisexual Revolution van Shiri Eisner. Ik heb er zo een klein beetje in gelezen. Zo een paar pagina's, maar... ik kan dus nog niet zeggen van, hey, dit is goed of dit is nonsens, want ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar ik ben er wel, heel benieuwd naar. Dus als iemand anders het wel al gelezen heeft. En wat voor mij, wat voor mij ook altijd heel fijn is, is als er in niet op academische manier of op een, soort van kennismanier, maar als er gewoon in een boek een biseksuele character in voorkomt, maakt mij altijd heel erg gelukkig. Dus misschien hebben andere mensen wel tips voor mij. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de leeslijst. Ik heb er nu al zin in. Dus het is fijn dat die naar iedereen gedeeld gaat worden. En die kunnen we dan zeker ook bij Bi+ Nederland verspreiden.
Ja, ik denk in ieder geval wel aan het werk van Liza Diamond, Sexual Fluidity. Dat is waar Marion ook al op aanhaalde. Dat is voor mij heel erg inzichtelijk geweest. Er is een paar maanden geleden in de Biblus Facebookgroep, dat is een besloten groep, is er een artikel gedeeld, een populair wetenschappelijk artikel. En het ging over het begrip de unicorn. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Maar het ging eigenlijk dus ook heel erg over, over relaties. En over dat de unicorn, hè, dus als je... Er wordt heel erg gelachen, grappig. Voor mij was het super inzichtelijk over alle ingewikkelde thema's die er komen kijken. Of situaties die er kunnen komen kijken bij relatievorming en de unicorn. Dus die wil ik graag delen. Ja. Oké. Okay. Rachel, heb je ook een leuke leestip voor ons? Nee, daar kan ik nu niet op. Maar ik heb echt wel... Ik heb wel een lijst staan op mijn computer thuis. Dus ik kan het wel achteraf delen. Oké, okay, hartstikke goed. Jammer genoeg is het verdelen. Het is voornamelijk in Engels. Ik vind het wel jammer dat... weinig is in Nederlands of in Frans soms. Want soms lees ik ook wel in Frans. Als ik veel tijd en veel geduld heb. ik vind dat jammer dat ook wel niet zoveel van eigen bodem, vooral van België, weinig schrijfproeven of artikels voorkomen van die plus personen die toch wel leven en wonen in België en toch wel die ervaring met elkaar kunnen delen. Dat zou ik ook wel graag willen. Misschien is dat wel een tip voor de Zizo. Om misschien een columnist erbij te nemen die toch wel de bi-aspecten wekelijks, maandelijks beschrijft. Dat zou goed zijn. Dus voilà. Ik zal het daarbij helaas moeten laten, want we zijn een heel klein beetje over tijd. Ja. Ja. Eén ding mag toevoegen, we hebben Emil Malipaard, dat is bij ons de bi-onderzoeker, hij is gepromoveerd op biseksualiteit. Hij heeft een kennissynthese gemaakt over wat wij uit internationaal onderzoek weten. Die staat ook op onze website www.biplus.nl, maar die zal ik ook wel toevoegen aan de leeslijst. Die is in het Nederlands, dat is wel fijn. Maar het gaat over internationaal onderzoek. Okay. Bij deze ga ik het helaas moeten afronden. Ik wil iedereen hier bedanken die hier nu bij zat. Ik wil ook de mensen bedanken die dan hiermee hebben geholpen met de technische kantjes. En oh, ik zit in het zonlicht. Die ook de technische kantjes en de vragen mee hebben kunnen verzamelen. Ik wil ook nog heel graag mensen ook nog uitnodigen voor de workshop By at the Crossroad, gegeven door Robin Ox, morgen namiddag van B-Plus Nederland ook. Ik ga kijken of daar nog een link voor gegeven kan worden, maar je vindt deze ook nog op Facebook terug. Dat is een evenementje. En verder zien we graag jullie ook nog terug. Het evenement is in de chat gepost. En verder zien we jullie graag zometeen nog terug op het slotmoment. Dankjewel allemaal voor het eerste panelgesprek van Be Curious bij te wonen.